Wij hebben bij de calculatie van AKB hebben wij rekening gehouden met het feit dat het tot nu toe niet lonend was om al dat papierwerk te doen voor 3 SRD per maand. Het bestand is momenteel ongeveer 25.000 rechthebbenden. Wij zijn van overtuigd dat wanneer het 30 SRD per maand is, met de huidige regeling van maximaal 3 kinderen per gezin, dat 90 SRD maximaal per gezin wordt en dat dus meer mensen zich zullen aanmelden. We hebben daarom gecalculeerd dat wij in ieder geval voor 2011 50.000 rechthebbenden zullen hebben, omdat de waarde is aangepast. Dat hebben wij meegenomen. Dan wil ik u dit laten zien. Dit zijn in ieder geval de totaal extra opbrengsten die we hebben. De extra opbrengst van invoerrechten op basis van de wijziging van de koers. Circa 110 miljoen per jaar. De extra opbrengsten wanneer motorrijtuigenbelasting wordt doorgevoerd. 234 miljoen per jaar om en bij. De casinobelasting levert ons extra 15 miljoen per jaar op. De OB op Elektra 24 miljoen per jaar of afgerond 25 miljoen. Aanpassing van de algemene omzetbelasting. Dus de tarieven die gaan van 8 en 10 naar 10 en 12. 54 miljoen. OB op water 10 miljoen, accijns op alcoholhoudende dranken 3,2 miljoen, accijns op tabak 35 miljoen en de netto government take, zoals wij dat noemen, 31 miljoen. We komen op een totaal van 519 miljoen, afgerond 520 miljoen, 519,8. Wat hebben wij daar tegenover? Bijdrage aan mensen met een beperking van ongeveer 40 miljoen per jaar. Verhoging van de algemene kinderbijslag, ongeveer 19 miljoen per jaar. Verhoging van een tweede keer AOV-uitkering, ongeveer 3,3 miljoen per jaar. De teruggave van loonbelastingkorting, ongeveer 46 miljoen per jaar. En dan zult u zich afvragen, waar is de subsidie aan transport, openbaar transport? Die zit natuurlijk in de netto bijdrage van de government take. Dus die is daar al afgetrokken. En ook natuurlijk de bijdrage, de teruggave aan de productiesectoren. Wat houden wij over? Op dit moment berekend 422 miljoen aan netto opbrengsten. Indien alle wetten door uw college natuurlijk gaan en de goedkeuring van uw college zal hebben. Op termijn dus. Mevrouw de voorzitter, de tweede serie vragen betreft de monetaire maatregel, te weten de aanpassing van de koers met circa 20% en wel van 2,78 en 2,8 naar respectievelijk 3,25 en 3,35 voor de dollar. De vreemde valutamarkt, mevrouw de voorzitter, kenmerkt zich door de jaren heen door het bestaan van een zwarte markt voor vreemde valuta. De situatie op het wisselkoersfront is niet één die onbekend of zeer recent is. We kunnen niet ontkennen dat de afgelopen 2 jaren er berichten in de media zijn verschenen over instabiliteit op de vreemde valutamarkt. Interventies door de centrale bank werden opvallend en onopvallend gepleegd, waardoor de situatie schijnbaar stabiel leek. Dus zogenaamd geen vuiltje aan de lucht, maar er is een probleem. Want de druk op de wisselkoers die bleef toenemen en die is er vandaag ook nog. Mevrouw de voorzitter, de wisselkoers is geen grootheid dat op zichzelf staat, is het resultaat van de staat, dus de toestand van de economie van het land. De wisselkoers kan alleen dan stabiel blijven als de economie van het land gezond is. Welke oorzaken liggen ten grondslag
aan de schommelende en het bestaan van de zwarte marktkoers. Indien we vanaf 2005 naar de binnenlandse liquiditeitenmassa kijken, merken we dat deze per jaar met gemiddeld 20% toeneemt. Cumulatief is dat 165% in de afgelopen 5 jaren en dan gemeten tot en met het derde kwartaal van 2010. Dus een toename van cumulatief 165%. De toename van de liquiditeiten is helaas niet in samenhang geweest met de groei van de economie. De groei van de economie in de afgelopen periode, 2005 tot en met 2010, bedroeg gemiddeld 4,2%. Dus 4,2% tegenover een liquiditeitenmassa toename van 20% per jaar. Een scheefgroei dus. Door de binnenlandse factoren veroorzaakte vergroting van de geldstroom, loopt niet samen met de volume van goederen- en dienstentransacties. De extra liquiditeitscreatie leidt via de toename van de importen tot verhoging van de vraag naar de deviezen. Eerder heb ik al in populaire termen gezegd dat de Surinamer, en niet van vandaag, maar sinds jaren elke spaarcent die ze hebben omzetten in valuta om die dan op de valutaspaarrekening te sparen of die thuis te houden. Verder rekenen bedrijven al sinds jaren hun kostprijs op basis van de zwarte marktkoers. Het enige effect van de aanpassing van de wisselkoers is dat nu ook de invoerrechten tegen een hogere koers betaald moeten worden. Voor de rest zijn de andere componenten natuurlijk niet tegen de officiële koers. Wat erbij komt nu zijn de effecten van de extra aanpassing of van de extra 50 centen government take. Mevrouw de voorzitter, dan hebben we nog een ander fenomeen waar de regering zelf al jaren debet aan is. De prijzen van onze eigen staatsbedrijven staan niet in SRD. Ik noem u slechts de offertes van de EBS, de rekeningen van Telesuur, Havenbeheer, Suriname Airways, Luchthavenbeheer en onze eigen grondwaardeklapper. Onze grond, Suriname en onze klapper is in valuta. Daarmee geef ik aan dat wij natuurlijk de hand in eigen boezem moeten steken. Verder, alle projecten die in vreemde valuta worden betaald. Ik zal met u delen een fenomeen die ik heb geërfd van de toenmalige PLOS en nu een stop aan heb gezet. De verschillende project implementation units die hier per project zijn opgezet, alles wordt daar in valuta gedeclareerd. Wat deden mijn lieve mensen op PLOS? Er werd een valutacheck uitgeschreven. Daarmee gaan ze naar de centrale bank. Men casht de check. Men gaat dan met de contanten. Men gaat naar een cambio, wisselt het om in SRD en betaalt de rekening in SRD. En ik heb ze gevraagd waarom ze naar de cambio gaan. Ja, daar krijgen we meer. Ik heb ze toen gezegd, wij zijn monetaire autoriteit. Wij voeren monetair beleid. Je haalt mijn valuta van mijn veilige centrale bank en je gaat naar de cambio. Wat gebeurt er met ons? Als anderen het doen, kan ik me dat voorstellen. Maar als overheid kan je dat niet maken. Wat hebben we nu gedaan? We schrijven een nette brief naar de centrale bank, waarin we aan de centrale bank vragen om alle betalingen in SRD te doen en de tegenwaarde te debiteren op die valutarekening die wij hebben. Wat bereiken we daarmee? De valuta blijft binnen. Als monetaire autoriteit hebben wij armslag om mee te werken en de valuta gaat niet bij de cambio en daarmee natuurlijk vaak genoeg buiten het formele circuit.
Als wij van de samenleving eisen dat wij geloof moeten hebben in onze eigen munt en dan wij met z'n allen van overtuigd zijn dat onze SRD hard gedekt is en daar hebben we natuurlijk onze monetaire reserve voor, dan moeten wij als overheid als eerst het voorbeeld geven. Wij zijn daarom van plan om ook in ons eigen huishouden als SRD, als overheid, de SRD te laten prijzen. Dus we gaan binnenkort natuurlijk aan alle andere staatsbedrijven vragen om in SRD's te offereren en SRD's te vragen. De tegenhanger is natuurlijk dat wij die staatsbedrijven moeten garanderen dat wij ze die valuta kunnen verkopen. Okay? Dat is wat wij zeer zeker moeten doen. Mevrouw de voorzitter, monetaire en fiscale maatregelen gaan hand in hand. Ja, één nog een blik. Lid Kastelen, kort. Bedankt, voorzitter. Twee opmerkingen. Ik dacht dat ik de minister hoorde zeggen dat als dat geld bij de cambio's komt, dan komt het in het informeel circuit. Of loop je kans dat het komt in het informeel circuit. Dus dat stukje kreeg ik graag verduidelijk. Maar met betrekking tot uw laatste opmerking over staatsbedrijven, nodig ik de regering uit om toch wel van geval tot geval naar de zaken te kijken. Eén, omdat de vreemde valutacomponenten van een aantal bedrijven, ik noem daarbij SLM, dat dat een factor is. En twee, het geval dat waar ik van bekend ben, er is strijd voor geleverd om het zover te krijgen. Bij havenbeheer ga je averechtse situatie krijgen, en ik noem dat als een voorbeeld, omdat je daar vanuit die buitenlandse situatie de dollars naar binnen haalt. Het is zo dat de rederijen en de schepen in het buitenland zijn en ze betalen voor diensten in Suriname. En ga je dus die dollarsituatie veranderen, betekent het dat je aan de aanbodzijde van je US dollar een manco creëert. Dus ik vraag de regering om toch wel goed hier naar te kijken. Dank u wel. Dank u wel, minister. Dank u wel. Ik heb daarom gelijk daarachter gezegd, mevrouw de voorzitter, dat wij natuurlijk ervoor moeten zorgen dat die bedrijven wel voor de valuta kunnen beschikken. En het is geenszins de bedoeling dat wij bedrijven in het buitenland voordelen gaan geven. Het is de bedoeling om die maatregelen voor de lokale bedrijven te hebben. En mevrouw de voorzitter, in andere hoedanigheid weet ik dat in ieder geval, of tenminste vanuit mijn vorige functie, de Nationale Ontwikkelingsbank is aandeelhouder van NV Luchtvaartterreinen. En ik was verbaasd om te weten dat de staf voor een deel van het salaris in valuta krijgt. In ieder geval kunnen dat soort van dingen natuurlijk NV Luchthavenbeheer. En dat is omdat ik in andere hoedanigheid daar heb geparticipeerd als aandeelhouder. Dat zijn natuurlijk zaken die niet kunnen. Daarom gaan wij natuurlijk kijken naar dat soort van zaken. Terugkomen, mevrouw de voorzitter. Monetaire en fiscale maatregelen gaan hand in hand. De overheid minister, is in ons land. Toch maar heel even weer kort, lid Venetiaan. Ja, voorzitter, ik mag niet nalaten de aandacht van de minister te vragen ervoor dat we de tijd gehad hebben dat het vliegtuig van de SLM op Zanderij stond, gescheduled om te vertrekken en niet kon gaan omdat de overheid de vreemde valuta niet kon aandragen. Het betalen van tickets in US-dollars, nu ook in euro denk ik, is op een gegeven moment begonnen en niet zomaar. Dus we vragen wel omzichtigheid in deze. Dank u wel. Ja, dank u wel. Minister, en dan even de minister rustig door laten gaan, zodat we... Dank u wel.